Yo, kijkers van Online Games van Harte, ik werk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines. Goed jongens, we gaan weer lekker verder waar we afgelopen maandag waren gebleven. Ja, dus daar komen we weer helemaal goed. Perfect, prima, goed. Zoals jullie natuurlijk weten, zijn we bezig met de stroom. Het kan zijn dat ik een beetje heb veranderd, want dat heb ik nog een beetje offline even gedaan. Om te kijken, maar nu kan ik dit, als het goed is... Hier zo. Dat ging. Nou ja, dat ging. Ja, dat ging zo. Hop. Hij staat er toch? Bovendien hier geeft dat ook nog net aan, dus juist, kijk. Nou, zit je aan en als het goed is, ja, die huisjes staan dus nu leeg. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Nieuw huis, die wordt gebouwd. Oké. Ook vrij vol. Ik kan nog geen trein... shit en zo doen, hè? Nee. Wanneer kan dat? Nee, dan moet ik even op... mijn lijst doen. Als we dit hebben, kan ik dit halen. Het is een aantal wegen, dit, Oulu. Ziekenhuis, fire station. Ja, die hebben we. Vier, die hebben we. Die heb ik bijna. Die moet op 7,5. Dan krijgen we dit. Metro. Een gevangenis, die krijgen we. Een tolweg. Industrieplans. Een gevangenisvissing is dan dit. En dit is bij 10.000. Dan pas krijg je trein. Oké. Een boot. Goed. Dat is bij 36 hier. Wat is het hoogste? 90.000. Voor vliegveld alles. Maar we hebben er nu... 4352, kijk. Dat is ook niet al te veel. Ik wil eigenlijk de weg al aan gaan sluiten. Ja, de weg. In ieder geval deze. Wel echt rechtdoor. Maximaal hier en dan kan ik altijd hier zo nog een snel weg er doorheen zetten als we grondgebied verder gaan kopen. Laten we proberen dat we dit hier het maximaal is en dan kunnen we hier zo een grotere wijk allemaal bijbouwen, zeg maar. Laat ik in ieder geval vandaag een heleboel gaan bouwen. Echt gewoon lekker veel bouwen. Ik weet natuurlijk niet hoe groot dat ik het gebied wil gaan kopen. Het kan zomaar zijn dat ik dit hele... Laten we eens even gaan kijken.
als het moet kan ik dit hier. Kan ik. Het is het maximale wat ik kan kopen, zeg maar. Groter. Ik kan niet verder naar links. Dus je kunt maximaal 2 dus dan zal dit het max zijn. Dus ook hier en daar 1. Maar we hebben dit gebouwd. Laat ik in ieder geval. Ik heb nu het geld ervoor. Om in ieder geval. Een beetje zo. Winkelstraat. Iets verder doen. Economie. Loons. Kijk. Pleno. Take. Nou heb ik dus 61.000 euro geleend. Ja, laten we het gewoon zo laten even. En dan, ja, maar goed dat ik geld op lenen heb, want hier, kijk, dat heeft hij aan deze kant niet. Aan deze kant heeft hij ook. En dan weer een nodig hier. En hier. Dit heeft er 1 en dan moeten we dat aan die kant ook. En dus echt hier zo. Ik zit nog op hun het gebied ervoor. Dan huizen. Ja. Dat kan ik nog niet doen. Anders wil ik daar zo. Een winkelstraatje hier. Ik weet toch hoe het weer gaat, dan komt weer van alles en dan moet ik dit nog allemaal gaan doen. Tot dan hier. Die zet ik hiermee aan. Zet ik die gewoon zo aan. Dan ga ik een buslijn verder maken.
goed. Aan deze kant. Dan hier ergens een soort van overstaphalte maken, maar waar? Zullen we dat hier doen? Kijk, dan gaat er eentje. Gaat dus gewoon hier zo komen. Aan deze kant, het hoeft niet. Maar dan moeten zij wel helemaal. Oh, wij laten dus wel aan die kant. Pakken. Ah, dat heeft geen zin, maar ja. En de andere die trekken we hier zo door. Een beetje. Create a new line. Die zit op rechtszij, ja. Ja, één. Dan is daar ook niet nodig. Hier is nog één. En dan is die klaar. Dan maak ik er nog eentje aan die. Laat die gewoon. Kan die ook hier zo, maar dan moet die helemaal. Zo, en het beste is dus hier zo. Rechts. Ik krijg aan nieuwe lijn, kijk dat gaat. Dan komt die hier. Stopt hij net nog hier zo een piepklein stukje, dan. Gaat die aan deze kant komen, dus dan komt deze. Zo. Het kan zomaar zijn dat ik hem nog altijd doe veranderen. Stop hier, dan rijdt deze door. Je moet dus via zo rijden, dus dan komt deze ook. Via hier. Dan. Dan stopt hij gewoon. Hier zo, en dan komt hij. Hier zo weer compleet. Kijk, dan heeft hij dat aan deze kant zo staan. Misschien dan nog eentje om van hier naar hier te gaan. Dan hoeven ze niet telkens te komen. Dan rijdt hij wel gewoon zo rondjes.
is dat een idee? Ik denk dat dat een idee is. Ga ik hem hier laten beginnen. Hier één. Dan komt hij zo. Gaat hij hier zo naartoe? En dan moet hij wel weer zo komen. Ja. Stopt hier voor het laatst. En dan gaat hij de hier zo. Compleet. Kijk, dan hebben we er nog eentje extra voor hier. Ga eens even kijken of die gaat. Kijk eens aan. Want op een gegeven moment komen alle bussen sowieso bij elkaar. Maar waar dat is geen die bij een treinstation. En die treinstation komt hier. Dus dan zal hier alles bij elkaar komen. Kijk, dat is die wat zo rondjes blijft zo rijden. Steeds drukker hier, dat moet ook. Ja, die komt eigenlijk vanzelf wel. Juist, hier hebben we nog niks. Hier heeft hij geen stroom. Vinden ze dat leuk als ik er hier eentje neerzet? Dat kan, maar meer ook dus niet, hè. Hier aan deze kant kan van alles komen. Aan deze kant hier zo. Industrie, is dat nog groot genoeg? Dat is nog groot genoeg. Kijk, deze die zijn, gaan naar rechts, die gaan naar links. Deze die gaan sowieso over de kruispunt. Wel steeds heen en weer rijden. Kan ik zie allemaal zelf staan. Hier zo is dus de grote punt van ook van een overstapstation. Bij deze, als deze dus klaar is.
laatste halte. Wat gaat deze rijden? Dan wil ik heel even naar controleren. Kijk, 4600. Hoppa, lekker geld er weer bij. Economie. Ik heb alleen Pleno. Kan ik die terugplannen? Ik kan die sowieso niet terugbetalen. Die moet even wachten, anders zoekt hij daar zo ervoor, zie je dan, die lopen al. Kijk, en die gaat ook hier stoppen. Maar er staat niemand. Zij komen langzamerhand weer terug. Nu komt deze. Hier zijn ook huizen, maar daar komen nog huizen aan. Maar ik ga het hier zo laten, jongens, anders wordt het weer veel te lang. Wij zien elkaar gewoon weer, uiteraard, gewoon weer lekker vrijdag weer terug. Ik hoop dat jullie daar in ieder geval vrijdag gewoon ook weer bij zijn. Goed, kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan weer, jongens. Mazzel!